Deze nieuwsuitzending gaat over pederasterie. Ik laat even een zucht gaan. Ik heb me daar veel mee bezig gehouden. Met pedoseksualiteit. Tot en met de uitvoering daarvan aan toe. En de laatste jaren niet meer. Ik was per ongeluk beland op de website van Micha Kat. Revolutionaironline.com. Voor een specifiek artikel. En toen dacht ik, kom, ik kijk even op de homepage. En daar vond ik een verhaaltje, of een filmpje, waarin Madeleine van der Brugge een verhaal houdt voor TEDx. TEDx. En dat is Technology Education and Discussion of zo. Drama. Ik weet het niet waar die D voor staat. Ik hou niet zo van TEDx. Ik hou ook niet van de Universiteit van Nederland. Ik snap niet wat al die mensen in de zaal doen. Voor een clown, om naar een clown te kijken die op het podium staat. Ik heb het filmpje van Madeleine van der Brugge uitgekeken. De link die staat onder deze video. Kan je zelf even kijken. Die verwijst niet naar revolutionaironline.com. Maar die gaat direct naar de YouTube toe. En waar het op geüpload is. Dat verhaaltje is niet zo lang. Het is maar een kwartier. Iets meer. En Madeleine van der Brugge, die geeft advies aan de nationale politie. In zaken kindermisbruik. En ze, dat zegt Micha Kat dan, dat ze campagne voert voor de rechten van pedofielen. En ze pleit voor slimme oplossingen voor kinderverkrachters buiten het strafrecht. Ze heeft een artikel geschreven in het politiemagazine. En hier zat ook nog iets in. M. van der Brugge. Ja, dit is dan... zij is een guest staff member. En de titels zijn MSC, dat is Masters of Science, en MA, Master Administration. Haar verhaal is... stuitend. Zij komt met als eerste de opmerking dat mannen met een neiging tot het hebben van zin met kleine kinderen, dat bedraagt 0,5 tot 3% van de samenleving. Van de mannen dus. Hè. Dus heb je een, zoals in Nederland heb je iets van 8 miljoen mannen. Nou, 3% van 8 miljoen is hoeveel? Dus even kijken, dan heb je dus keer 3, dan heb je 24 miljoen. En dan moet je delen door 100. Pak even de rekenmachine erbij. 8 miljoen, dat is 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keer 0,
Vreemd. 0, 3 is 240.000 mannen. En de ondergrenzen, dat is dan de bovengrens, 240.000, zijn er vrij veel. Hè? En dan de ondergrens is dan 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3 is 8 miljoen. Keer, en dan 0,5%, dat is dan 0,005. 0,01 is 1%. 0,005 is 0,5%. Zijn er 40.000. Dat is, staat gelijk, denk ik, aan de mannelijke populatie van Arnhem. Schat ik zo'n beetje. Dat zijn nogal wat mannen. En dat alleen in Nederland. Zegt Madeleine van der Brugge. Dat het om dit soort aantallen gaat. Ik vraag me af waar ze, ja, hoe je dat weet. Hè? Want kijk je in de pers naar mannen die gearresteerd zijn. Dan, ja, heb je die Robert M. Zo. Heb je die mensen waar Marc Dutroux voor werkte. Je hebt dat Zandvoort-netwerk. Ik heb er nog hele stukjes over geschreven. Die staan op mijn website. www.perry7.nl. Ja, ja. Met die Zandvoort-affaire is geen donder gedaan. Ze hebben een jongensprostituee. Die heet iets van Robbie. Wijngaarden of zo. Staat op mijn website, kan je het wel vinden. Als je er zin in hebt om die bagger te bekijken. Maar 40.000 hier in Nederland. Die dan dus actief zijn, hè, op internet. En die plaatjes bekijken. Ik weet niet of dat, nou, dat. Hoe weet je dat nou? En Madeleine van der Brugge, haar verhaal is van ja, het gaat over zulke enorme aantallen. Het is een maatschappelijk fenomeen. En je kan er maar beter respectvol mee omgaan, want anders creëer je een onoplosbaar probleem. Of woorden van gelijke strekking. Ja, zeg het maar. Zij vertelde het verhaal van een vrouw en die had een dochter van 5 jaar oud. En op een dag kreeg ze bloemen bezorgd door de bloemist en daar zat een liefdesbrief bij. Van een man die in de buurt woonde en die was in de 30, maar 35 of zo. Dat zou hetzelfde zijn als dat ik een brief zou sturen aan iemand van 29. Ik ben zo verliefd op jou. Maar ja, dat mag. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik een liefdesbrief schrijf aan een vrouw van 29. Ik had er vader kunnen zijn natuurlijk. Maar als ik een beetje mijn best had gedaan, dan had ik de opa kunnen zijn. Moet je wel heel snel zijn met het creëren van kinderen, maar dan nog. Jong geleerd, oud gedaan. Hè? Maar ik heb dat niet. Nooit gehad hoor. Dus. De moeder van mijn kind is
bijna 10 jaar, op een paar maanden na. Jonger dan ik. Nou, dat vond ik echt de limit, hoor. Dan voel je toch al, zeg maar, die... Alsof er een generatiekloof bijna. Kan nog net. En ik weet wat dat de gevallen zijn, hoor. Mannen met een veel oudere vrouw. Of mannen met een veel jongere vrouw. Maar 20 jaar vind ik wel eens een beetje de grens, denk maar. En zo'n man van in de 30 die een liefdesbrief schrijft aan een meisje van 5. Dat vind ik een ziek iemand. Een zieke geest. En die vrouw in kwestie heeft die man bezocht. Is niet naar de politie gestapt, heeft die man bezocht. En hem duidelijk gemaakt dat hij zich moest laten behandelen. En die stapte na afloop van een lezing van Madeleine van der Brugge op Madeleine af. En vertelde dat verhaal en vertelde erbij van ja, maar ik voel me nog steeds niet... Ik ben nog steeds niet ervan overtuigd dat mijn dochter geen gevaar loopt. En Madeleine zo van, jawel, het is nu beter. Want je weet nu waar die woont. En die informatie, die kan jij gebruiken om jouw kind te beschermen. Of zo. Ja, maar hoe zit het dan met al die andere mensen die in de buurt wonen? Met een kind in die leeftijdscategorie? Hebben die allemaal een brief gekregen? Van beste buurtbewoners? Die en die? Op de Guitenhoornstraat, nummer 13? Die is verliefd op kleine meisjes, bijvoorbeeld. Hou je dochter daar uit de buurt. Of laat je dochter daar alleen wandelen terwijl jij daarbij bent als toezichthouder. Dat stelt Madeleine van der Brugge niet voor, want dat zou een inbreuk zijn op de privacy van die viespeuk. In elk geval, daar heeft ze het niet over gehad. Ze heeft die vrouw een compliment gegeven. Van, nou, je bent tenminste niet naar de politie gestapt. Je hebt er geen groot probleem van gemaakt. Je bent in discussie gegaan. En je hebt voorgesteld dat die man zich meldt bij een psychiatrische inrichting. En zich daar laat behandelen net zolang tot de kwaal voorbij is. En het is maar de vraag of je zo iemand kan behandelen. Ik vind wat Madeleine van der Brugge voorstelt als model om om te gaan met dit fenomeen slecht voor de samenleving. Slecht, puur slecht. En zij hield dan ook een heel emotioneel betoog van ja, en wat niet helpt, dat is dat je stenen gaat gooien naar de woningen van mensen die kinderen hebben misbruikt. Ik denk, waar maakt mij dat nou uit? En mij interesseert dat helemaal niks, hoor. Iemand is, ja, je kan van mij ook zeggen dat ik knettergek ben. Ik trek wel eens de I Ching. Nou, mijn dochter die kwam een keer binnen en die zag dat boek staan. En die zei, waarom staat dat boek daar? Ik zei, nou, ik trek af en toe de I Ching. Keek ze mij zo aan van, is mijn vader helemaal gek geworden? Nou, je kan in zekere, tot een zekere hoogte kan je zeggen dat iemand die de I Ching trekt, die heeft voor een heel klein beetje een gaatje in zijn hoofd. Behalve dat ik de I Ching trek op een manier dat ik denk van, oh ja, nee, zo had ik het nog niet gezien.
Dus ik heb er nog wat aan ook. Ja, zegt iemand anders, maar dat betekent juist helemaal dat jij een gaatje in je hoofd hebt. Ja. Maar het trekken van die I Ching, daar ga je mij niet van vertellen dat dat maatschappelijk schadelijk is. En je moet je eerst... Ja, ik ga er nou niet op in. Het is maar de I Ching. Als je daar meer van wil weten, dan moet je er eentje aanschaffen. En dan koop vooral die originele met het voorwoord van Carl Gustav Jung. Die Duitser. Ik heb hem momenteel niet meer hier staan. Ik had hem altijd naast mijn bed staan. Het was een tijd geweest, trok ik het bijna iedere dag. Maar iemand die verliefd is als 35-jarige op een kind van 5 jaar. Die is zwaar ziek. En hoe moet dat goed gaan? Als de buurt niet weet dat zo'n zwaar ziek persoon daar in de rondte loopt. Zoals even kijken naar het inwoneraantal van Arnhem. Inwoneraantal Arnhem. Er zijn er 150.000. En daarvan 3% is dan 1500 keer 3. 4500. En 0,5% is dan 1500 gedeeld door 2. 700. Dus 700 tot, wat zeg ik nou, 3000. Van dit soort types in Arnhem. Ja, geef me door waar ze wonen, zou ik zeggen. Maar ze kunnen dat vrij makkelijk zien, hoor. Je hebt van die websites. En dat zit dan op het dark web. Nou, dat betekent alleen maar dat die server zit achter een proxy en zoiets. Maar je bent er zo achter. Ik vind dat als je je server, dit doe je dan helemaal verborgen. En de zoekmachines kunnen er niet bij en zo. Dus je vindt het niet makkelijk, maar je moet er precies weten waar die zit. Ja, die machines, want die beheerders van die machines, die moeten toch op een of andere manier reclame maken. Om die pedo's te laten inloggen. En dan vaak ook nog dat je materiaal kan kopen. Nou, dat lijkt mij zo illegaal als wat. Hè? En als dat dan gebeurt van achter een verborgen IP-nummer of whatever. Dus het IP-nummer van iemand anders gebruik je om te doen alsof jij dat bent. Weet ik veel hoe ze dat doen. Maar daar ben je zo achter. Mij lijkt het niet moeilijk hoor, om erachter te komen. Maar nou, uiteindelijk moet de politie even langs en aanbellen. En op onderzoek uitgaan. En bepalen wie er allemaal ingebeld hebben. En daarvan de IP-nummers. En die kunnen dan via een proxy gaan. Ja, dan moet je naar die proxy-maatschappij toe. Zo is een programma dat heet Hide My Ass. Zo'n icoontje met een ezel. Ik heb dat ook een keer geïnstalleerd om... Wou ik ook weer. Oude uitzendingen van Star Trek. Dat is die serie van Gene Roddenberry. Zo'n beetje alles heb ik... niet zelf gedownload. Want ik heb dat geprobeerd met Hide My Ass. Dat moet je wel doen. Want het downloaden van het materiaal, dat is strafbaar. Ook het downloaden.
Wat had ik Hide My Ass geïnstalleerd en vervolgens vielen allerlei andere functies van mijn Mac, die vielen ook uit. En dan kon ik niet meer e-mailen en niet meer dit. En... Jeetje. Dus ik ben naar die vent toegestapt die mij die software had geattendeerd of geadviseerd. Tegen hem gezegd van nou, dit gaat hem niet worden, Karel. Hij zei, nou, bij mij is er helemaal niks in de hand hoor, ik gebruik dat gewoon. Ik zei, nou, zou jij het dan voortaan van mij willen downloaden? Dat heeft Ron toegedaan. En ik ging er elke keer naartoe als hij weer wat klaar had. En dan kreeg hij van mij een plastic tasje met het bier wat hij lekker vond. Het was gewoon ruilhandel. Hij kreeg van mij een plastic tasje met lekker bier. En ik kreeg van hem een aantal van die dvd'tjes. En dan kon ik weer een paar avonden voort. Die keek ik met mijn dochter. Het was niet eens voor mezelf. Het was voor mijn kind. Met Engelse ondertitels. Zo heb ik er goed gespijkerd aan haar kwaliteit van haar Engels. You are dismissed, number one. Dat zei ik wel eens tegen haar. Dan waren we uitgekletst. Dan gaan we naar je kamer. Gaan we wat leuks doen voor je eigen. En dan moest ze altijd lachen. Kijk, Hide My Ass, heb ik ook. Ja, ik weet dat dat bestaat. Maar daar ben je uiteindelijk zo achter. Hè? Je moet alleen een politieverordening hebben. En als het dan gaat om het downloaden van oude uitzendingen van Gene Roddenberry, die allemaal ook op tv zijn geweest en die ook heel moeilijk in de winkel kan kopen. En ja, dan moet je een beetje... Daar gaan we niet de politie voor uit bed halen. Maar als iemand kinderporno op die manier loopt te verspreiden, of te downloaden in dit geval, ja, die moet je hebben. Ja, het feit dat die mensen zich verbergen achter allerlei schuiltoestanden. Ja, dat is geen excuus om er dan maar niks aan te doen. Ook al zijn het er heel veel. Was het ook alweer? Hoe eet je een olifant op? Nou, stukje voor stukje. Oud-Indiaans spreekwoord. Je moet er wat aan doen. En de aanpak van Madeleine van de Brugge. Ja, ik vind dat niet productief. En wat ik ook niet tof vind, is dat zij zegt dat die mensen nu één keer geboren worden. Dus, sommige mensen komen ter wereld als pedo. Nou, ik zeg, dat is niet waar. Je hebt natuurlijk mensen met onvolgroeide hersenen. Die heten ook wel primair psychopaten. Die hebben geen inlevingsvermogen. Het is in principe een... Ja, het is een biologische afwijking in de hersenen. Want iemand met inlevingsvermogen, die zal nooit verliefd worden op een kind van 5. Dus die persoon in kwestie is waarschijnlijk een, wat wij dan noemen, een psychopaat. Een psychopathie, dat is dan de primaire psychopathie, die komt voor bij 1 à 2% van de bevolking. Onvergroeide hersenen. Dan is de epifyse is niet goed ontwikkeld. Dat je het even weet. Dat kan het geval zijn. Die mensen zijn levensgevaarlijk voor hun omgeving. En als ze daarbij ook nog de neiging hebben om te fantaseren over seks met kleine kinderen. Ja, de kans dat ze het daadwerkelijk gaan doen, die is reëel. En daarbovenop, de handel in dat materiaal, dat is toch strafbaar, of niet? Want iemand die zo'n fotootje downloadt, die pleegt op zich niet een misdrijf of zo, in de zin van dat hij daarmee iemand leed toedoet, leed aandoet. Maar dat materiaal is wel ooit gemaakt op het moment dat dat kind leed werd aangedaan.
En dat materiaal dan downloaden, dat moedigt die activiteit van het misbruiken van kinderen en daar foto's en filmpjes van maken aan. Dus ik vind het terecht dat het strafbaar is. En die mannen die dat dan toch blijven doen, denk ja, minimaal aan de schandpaal. Ja, maar dan krijgt hij straks allemaal bakstenen door de ruiten en zo. Ja, dat is een heel vervelend. Maar voor die kleuter die op die foto stond, was het ook allemaal heel erg vervelend. En wie doet daar wat aan? Of beter gezegd, hè, wij gaan ons eerst bekommeren om het leed van die kleuters. En als het met die kleuters allemaal goed gaat, dan gaan we ons bekommeren over welke pederast ja, wordt geterroriseerd door de buurt. Ik vind die langmoedige houding die Madeleine van der Brugge voorstelt. Van we moeten begrip hebben voor die mensen. En dan trok ze ook nog een vergelijking van ja, als een 18-jarige jongen naaktfoto's van een 15-jarig meisje doorstuurt aan zijn klasgenoten. En gaan we daar dan ook een issue van maken? Want ja, in principe is dat... Dat is precies, ja, dan is het dus illegaal. Nee, als je als 16-jarige een foto maakt van je 15-jarige vriendin in de blote bibs. En die ga je door WhatsAppen. Wow, daar zal een rechter geen toestand van maken. En 17 jaar, nou, twijfel de twijfel. Maar bij 18 jaar, ja, dat zal de rechter moeten zeggen. Maar ja, dit kan niet. Ja. Dan zit je precies op die grens. Maar het andere voorbeeld was een man van 35 die liefdesbrieven en bloemen stuurde naar een meisje van 5. En die twee dingen moet je niet met elkaar vergelijken. Daar is Madeleine van der Brugge bezig met... Hoe je dat zeggen? Met de mening van het volk te masseren. Maar daar zitten wij niet op te wachten, of wel? Ik niet. In elk geval. Kijk, je doet een handhaving van de wet. Of je zegt dat we leven in een wetteloze staat. Maar dan mag de burger ook van alles gaan doen. En dan laat je als overheid de teugel los. En dan zeg je, nou, wij doen helemaal niks meer aan crimineel gedrag. En ja, er worden wat wetten afgekondigd in Den Haag. En ja, dat maakt ons verder geen biet uit. En ja, die wetten worden overtreden. Want ja, sommige mensen zijn in één keer zo geboren. Die overtreden de wet en daar kunnen ze niks aan doen. Ja, straks gaat de Madeleine van der Brugge ook nog werken voor... Justitie in het algemeen. En zoals ze zeggen, ja, moordenaars, ja, die worden zo geboren. En dieven. En verkrachters. Fraudeurs. Dan heb je nog meer van mensen met heel veel verkeersovertredingen. En dan gaat Madeleine van der Brugge zeggen, nou, ja, die mensen worden zo geboren. Daar moeten we begrip voor tonen. Ze kwam ook met het voorbeeld, ze zat ze voor zo'n zaal en dan zegt ze ja. En wat zouden jullie dan doen als je zoon naar je toe komt? En die zegt, mama, ik kreeg een stijve piemel van dat buurmeisje van 3. Ga je die jongen dan straffen? Of toon je begrip voor je eigen kind? En ik word het dit weer voor een vergelijking. Als mijn zoon, ik heb dus geen zoon, als mijn zoon dat zou opbiechten, dan kwam ik wel in actie. Niet door tegen hem te zeggen, je mag een maand lang niet op je iPad. Of je gaat nu naar je kamer
En je mag er pas weer vanaf als we gaan avondeten. Ik zou in actie komen. Ik zou daar heel erg van geschrokken zijn. Als mij dat was overkomen. En ik had hulp gezocht voor mezelf. En overleg gehad van, ja, is het niet beter dat mijn zoon dan gaat wonen op een plek waar er geen kleine kinderen zijn? En zet hem maar aan het werk. Misschien is er nog een plekje in de Gulag-archipel, daar in Siberië. Of een Federal Express Management Agency terrein, kamp, voor volwassenen, ergens in Amerika. Ja, zeg het maar. Maar ik had het niet geaccepteerd. Het is natuurlijk heel vervelend als je een kind hebt wat... Ja, wat idioot is. Hè? En seksuele neigingen heeft, fantasieën heeft, op een gebied waar het helemaal niet hoort. Ja, dat is wel even een teleurstelling voor jou als ouder. Maar moet je het daarmee maar toedekken met de mantel der liefde, in die zin van ja, het blijft toch je kind, hè? Nee, ik dacht het niet. Als mijn zoon bij me thuis zou komen en die zou me vertellen van pap, ik heb gisteravond een meisje verkracht. Dan zou ik zeggen, oh ja joh. En hoe heet dat meisje? Ik had die familie gebeld en de politie gebeld. En alles doorgebriefd. Aan beide partijen. En niks tegen mijn zoon verteld. Maar in principe komt hij de woning niet meer in. Wat denkt mijn zoon? Wel niet. Dat hij mag ingaan tegen de wetten van God. Nou, dan ben je wel heel erg hard voor je kind hoor, vind ik. Ja, ja. Denk als het jouw dochter was geweest die mijn zoon had verkracht, dat je blij was. Met een vader van de verkrachter. Zoals ik, die jou vertelt, het was mijn zoon die dat gedaan heeft. En we wonen daar en daar. En je hoeft niet langs te komen, want de politie is al onderweg. Maar je weet nu wie het was. Natuurlijk had ik dat gedaan. En natuurlijk was jij er blij mee geweest. En hetzelfde geldt voor als mijn kind mij in alle vrolijkheid opbiecht dat hij valt op kleine jongetjes. Wat denk ik in het geval van mijn zoon niet had gekund, want mijn mening is dat los van die psychopathie, wat ook te maken heeft, is dat je kind heeft dan geen epifyse. En daar komt het op neer, die frontale lob is niet doorgegroeid. Dat is een, de bevruchte eicel die maakt, dus je hebt een eicel, er moet een spermatozoïde in. En uiteindelijk heb je dan een kind die komt uit de baarmoeder. Gaat gelijk lopen halen. Surneuzen zijn baby's. Ik wil eten, niet, ik heb gepoept in mijn luier. Ja, ruim je eigen rotsie op, stomme baby. Bij wijze van spreken. Maar
in zo'n bevruchte eicel, daar begint dus ook een. Dat begint dan met het ruggenmerg. Dat het eerste zich vormt. En aan de onderkant, en dat is in eerste instantie, is er nog geen onder- en bovenkant, maar die manifesteert zich dus. Dan heb je een voorkant en een achterkant en een onderkant en een bovenkant. En dat heet de blastomeer, als ik me goed herinner. En van daaruit gaan de hersenen dus groeien. Maar dat begint met je ruggenmerg. En dan krijg je je verlengde ruggenmerg, dan krijg je de kleine hersenen, dan krijg je de grote hersenen. En dan uiteindelijk dus de frontale lob. Met een B van Bernard. En daaronder zit de epifyse. De in. Ja, zover moet het hele boeltje doorgroeien. Ja. Ja, ik ben gezond van lijf en leden. En ja, als je vrouw die je zwanger hebt gemaakt, als je die goed verzorgt en ze eet ook goed. En ja, dan zou ik niet weten waarom dat fout gaat met die epifyse. Of die, ja, die noem het maar de meest ontwikkelde hersenen. Want je kleine hersenen, dat is nogal primair allemaal. Zitten je primaire emoties. Het heet ook wel je reptilian brain. Je dierlijke hersenen. Ja. Je primaire gevoelens zitten van, ik ben boos. Omdat je bang bent. En die dingen. Maar zijn die hersenen goed ontwikkeld, wat in de regel ja, te verwachten is? Ja, dan heb je een normaal kind. Het risico wat je daarna loopt is doordat je je kind mishandelt. Dat het alsnog doorslaat naar de verkeerde kant. En dat is denk ik het grootste deel hoor, van de mensen die zich overgeven aan dit soort perverse praktijken als seks met kleine kinderen. Ook al doe je het alleen maar in je hoofd, er is er nog steeds iets niet goed met je. En die Madeleine van den Brugge, die heeft dan gewerkt met veroordeelden. Nou, ze maar dat waren verder hele, ja, er waren toch mensen met een sociale status en ja, die opereerde voor de rest heel normaal hoor in de maatschappij. En dan moet je die mensen dan als afval, als vuilnis aan de kant zetten? Nou, mijn antwoord is ja. Dat is tuig, dat is vuilnis, dat is afval. Dat is gewoon rotzooi. Het ziet eruit als een leuk, gelukt mens. Maar het is een misbaksel. Gewoon afvoeren, gewoon weg. En dan nu via dat dark web, dat is allemaal zo beren anoniem. Ja, het is even speuren natuurlijk, maar je bent er zo binnen. En desnoods doe je je voor als een of andere geile pedo en ga je een beetje contacten. Hè? Goed kijken naar die andere threads, wie er allemaal lopen. Ja, net zoiets als vissen. Hè? Gewoon lokaas heb je nodig. En dan pak je er eentje bij de kloten en en die ga je verhoren. Ja. En die gaat zingen als een nachtegaal en vervolgens voor een hele lange tijd de bak in. Of die gaat niet zingen als een nachtegaal en die gaat voor een hele tijd de bak in. Het maakt niet uit. Hij gaat voor een hele tijd de bak in. Jo, maar dat kunnen wij niet betalen. Nou, dan maken wij een afspraak met Roemenië. Daar hebben ze ook vast wel opvangmogelijkheden voor dit soort types. Die een stuk goedkoper zijn dan hier. Laat dat maar aan die Roemenen over. Of Bulgaren. Beetje creatief zijn hè, op dit terrein, toch? Ja, een serieus onderwerp. Ik weet er vrij veel van hoor. Schandalig man, met die in Zandvoort
Daar zijn dus... Er zat een man... in een appartement, een flat. De zoveelste verdieping. En het werkte pre-internet. Dus kon je inbellen. Met modems. De oude mensen onder jullie, die weten nog wel hoe dat klonk. Als een modulator, demodulator. Dus MO van de modulator. En de demodulator is DEM. Dus vandaar modem. Modulator, demodulator. Kan je communiceren via een analoge telefoonlijn. Via bliepjes en bloepjes. Een soort morsecode, zullen we maar zeggen. Nou, dat materiaal is in beslag genomen. Natuurlijk. En er is naar de herkomst gekeken. Er zijn kinderen van herkend. De politie heeft daar geen donder mee gedaan. Schandalig. Heb je die zaak met Joris Demmink? Erg bijzonder. En Joris Demmink heeft dan ook nog zitting gekregen in zo'n internationaal comité namens de Verenigde Naties of zo. Voor de bescherming van kinderen tegen pederasters. Pedoseksuelen. Ja, Joris Demmink was betrapt, hè, in Bodrum. Waar hij was op een feestje. En daar waren ook schandknapen. En hij is herkend door een aantal schandknapen uit Istanbul. Want meneer Joris Demmink moest nogal vaak, omdat hij van Nederland de minister van... de secretaris-generaal van Justitie was, ging hij vaak naar Turkije toe. Want hier in Nederland was alles al klaar, dus hij ging naar Turkije toe. Om te kijken of hij daar nog wat kon doen voor die arme Turken, die het zo moeilijk hadden met justitie. Terwijl Turkije niet eens in de Europese Unie zit. Maar ja, daar had je wel van die kleine jongetjes. Vaak zijn het straatjongetjes. Je hebt het geval van Manuel Schatwald. Een Duitse jongen. Gescheiden ouders. En helemaal aan lage wal geraakt. Die is al jarenlang vermist. Er wordt niets aan gedaan. Je hebt het geval van Robert van der Luitgaarde. Die is seksueel misbruikt door de directeur van een jeugdzorginstantie. Hij had niet zo'n leuke jeugd gehad en zijn ouders zorgden niet goed voor hem. Toen is hij uit huis geplaatst en nou, van het ene dinges naar het andere dinges. Uiteindelijk kwam hij in een kinderthuis terecht waar hij... De directeur die had een matras op de grond in zijn kantoor. Die zei heel vriendschappelijk tegen Robert. Van, kom maar lekker gezellig naast me zitten op het matras. Ja, we doen daar geen donder aan. En dan vergelijk ik even deze Madeleine van de Brugge met Sonja Barend. Hè? Want... Robert van der Luitgaarde heeft zijn verhaal mogen houden bij Sonja Barend. En dan zegt Sonja Barend tegen Robert van der Luitgaarde: van ja, zeg, maar toen je binnenkwam in het kantoor van die directeur en er lag dat matras op de grond, dan had je toch kunnen denken van, nou, hè? En dat heb je dus kennelijk niet goed begrepen. En dan zit je een beetje achteraf te zeuren dat je een beetje in je bibs bent gepakt. Nou, dat vind ik wel een beetje ja, kinderachtig hoor. Je had het toch kunnen weten. Sonja Barend, hè? Ja, dat van die bibs, dat heeft ze niet gezegd. Hè? Maar wel woorden van gelijke strekking, hè?
zoiets van, nou, maar volgens mij vond ik het zelf ook al een klein beetje lekker, of niet? Robert was toen 12, 13 of 14. Uit huis geplaatst, in de steek gelaten door zijn ouders dus. Ja, die dan niet voor hem konden zorgen en ik hoop dat hij zijn ouders inmiddels vergeven heeft. Misschien toen al hoor. Ja. Ik ken hem verder niet goed genoeg. Verschrikkelijk wat hem is overkomen. En zo kunnen we wel bezig blijven met al die onderzoeken die met de mantel der liefde en al dat begrip waar Madeleine van de Brugge dan zo'n vlammend betoog voor houdt, in de doofpot zijn verdwenen. Dus Madeleine van de Brugge moet eigenlijk niet zeuren. Weet je nog van de commissie Wim Deetman? Wim Deetman is Kamerlid geweest voor het CDA en hij is ook nog minister van Onderwijs geweest. En toen naar boven kwam dat in eind jaren 50, zo'n beetje toen ik geboren werd, 59 zo, was er een premier hier in Nederland en die heette Fik, V-I-C, Marijnissen. Maar toen hij premier was van Nederland, kwam er een zaak aan het licht. Of speelde er een zaak bij kinderterhuizen ergens in het noorden van Zwolle. Van Overijssel. Boven Zwolle, zou ik moeten zeggen. Ergens daar. Die plaatsnaam, die zei me toen wat. Van, nee, daar ben ik vlakbij in de buurt geweest toen ik op vakantie was. Ja, de commissie Wim Deetman, die heeft dan achteraf onderzoek gedaan. Ergens in het jaar 2007 of zo, 2008. En het ging dan om kinderopvang te huizen gerund door katholieken. Nou, en de commissie Deetman zei van ja, het is inderdaad waar dat die katholieken hebben kinderen misbruikt. Maar, nou, protestanten konden er ook wat van hoor. Dit was het rapport van de commissie Wim Deetman. Met dank aan de geldverstrekker. Nederland BV. En wij adviseren, nou, als er mogelijkheden zijn, een soort van vervolgonderzoek. Dus ik denk dat er voldoende begrip is voor mensen die gaan reetridderen met kleine jongetjes. En andere vunzige dingen doen met bijvoorbeeld kleine meisjes. Denk niet dat Madeleine van de Brugge hier een lans hoeft te breken voor deze bevolkingsgroep. En ik weet niet waar nou van die 40.000 man in, die ze dan minimaal of maximaal hier in Arnhem in de ronde zou moeten lopen. Ik weet niet of ze daar gelijk in heeft. Maar het is geen reden om er dan maar niks aan te doen. Van er zijn te veel daders. Laten we maar begrip hebben. Wat wil je dan gaan doen? Al die mensen een briefkaart sturen met kerst? Foei, foei. Niet meer doen. Dan moet je ze opsluiten. Ja. Nou, zij is er dan voor om ze niet op te sluiten. Laat ze maar lekker loslopen. En toon er maar begrip voor. En dan zei ze ook nog, dat is ook zo'n mooie. Van, ja, dan zei het dan, in haar familie was een neefje. Die was nu 1 jaar oud. Oh, zei ze, zo'n schattig jongetje. En dan de gedachte dat hij dan gepakt zou worden door een of andere vent uit de buurt. Nou, dat vind ik onverdraaglijk. Maar, zei ze,
in de gevallen dat kinderen seksueel misbruikt worden, in 70 à 80% van die gevallen betreft het iemand die de kinderen kennen. Het is een kennis. Wat natuurlijk ook iemand kan zijn uit de buurt. Hè? Dus een buurman. Of een aangetrouwde oom. Of whatever. Maar dat zegt niks. Ja, het ging in het specifiek om mensen die dan op de dark web zitten. En met daar een beetje fotootjes lopen uit te wisselen. Daar hebben we het over. En als je dan toch weet waar die mensen wonen, dan moet je toch wat doen met die informatie. Lijkt mij. Mijn dochter die werd op straat in haar kruis gegrepen door een neger. De politie deed geen zak. En ik sprak iemand van Café de Wacht. En die werkte in een jeugddinges, dus niet bij jeugdzorg, maar gewoon in het jeugdwerk. Beetje kleien en knutselen met kleine kinderen. Verven en zo. En die was dus vaak overdag in de Spijkerbuurt. En die zei van, nou, wat was het voor een man? Ik zei, nou, wat ik hoorde van mijn dochter was, die man was dus een neger en hij... Hij kwam luidschreeuwend aanlopen. En terwijl hij mijn dochter passeerde, greep hij mijn kind in haar kruis. Oh, zei die vrouw. Ik heb wel een idee. Want er woont een man en die gedraagt zich echt heel maf. En die woont waar dit gebeurd is, precies in die flat. Bovenin, linksbovenin. Dat heb ik doorgegeven aan de politie. En die zeiden, nou, meneertje. Ja. Laat ons dan maar het recherchewerk doen. Iedereen kan wel van alles zeggen. Ze hebben er niks aan gedaan. Mijn dochter moest wel naar Nijmegen toe om daar in een smoelenboek te kijken. En daar herkende ze niemand. Ja. Maar de politie heeft niet de moeite genomen om even in die betreffende flat te gaan rondneuzen. Terwijl dat toch makkelijk had gekund. Zo doen ze erg weinig aan de situatie. En dat vind ik niet positief. Dat is mijn oordeel. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Jammer dat ik niet een leuker onderwerp had. Hey. Dit onderwerp, dat speelt al heel erg lang. Die zaak Marc Dutroux is helemaal niet uitgezocht. Daar zijn ze mee gestopt met uitzoeken. En dan laten we maar stoppen met zoeken, want straks vinden we nog wat. Die Zandvoortzaak is niet uitgezocht. Ik heb er nog meer hoor. Er was een serie op de Duitse tv. Ging ook over dit soort dingen. Ja, het gebeurt gewoon nogal. Maar we doen er helemaal niks aan. En dan gaat Madeleine van der Brugge nog vragen om begrip voor deze mensen. Nou, ik vind die mensen, begrip voor die daders, waar is het begrip voor de slachtoffers en hun familie? Dat is wat mij interesseert. Snap je? Dat is toch niet zo gek? Als een dader is ziek, ja, dat is heel vervelend. Maar zijn ze te genezen? Nou, ik dacht van niet.
Je kan het proberen. Maar hoe ga je nou controleren of ze genezen zijn? Loslaten in de samenleving en kijken of ze het nog een keer doen? Ja? Loslaten in de buurt waar in jouw kind in de rondte loopt? Zou jij dat willen? Jouw kind als proefkonijn? Kijk, mijn oma van vaders kant is inmiddels overleden. En die had een tweelingzus, ze was een eeneige tweeling. Zij was één van een eeneige tweeling. Natuurlijk. En die, is ook weer, want zij heette Gonnie. En die naam van die zus, die vergeet ik iedere keer. Mijn tante Til, ik had het laatst met tante Til had ik erover. Dan zeg ik, oh ja, natuurlijk. Anyway, die zus van mijn oma, die was naar de markt geweest, die woonde ergens in Zaandam of Purmerend of zo. En die was boodschappen geweest toen. Want toen was ze gevolgd op de weg naar huis door een jonge man van een jaar of 20 of zo was die. Misschien iets ouder. Ja, hij was denk ik wat ouder. Nou, die wist dus toen waar ze woonde. En toen heeft hij even later bij haar aangebeld. Toen is hij de woning binnengedrongen. Toen heeft hij haar verkracht. En toen gewurgd. Oma, nee, de tante. Dat een zus van je oma is toch een tante? Ja. Wat heette ze nou? En toen bleek dat die man in kwestie, die was veroordeeld voor een vergelijkbaar akkefietje. Dus die had zoiets ook, hè, afwijkend seksueel gedrag. Maar dan naar oudere vrouwen toe. En die was in het Pieter Baancentrum beland voor behandeling en alles. En ze waren ervan overtuigd dat hij genezen was. Ze vonden het tijd voor een kleine controle van, is hij wel echt genezen? Nou, het antwoord was van, oh nee, hij is niet genezen. Nou, dan weten we dat ook weer. Ja. Maar die oud-tante van mij, die. Ja, die is dood. Leuk, hè? Zo gaan die dingen dus kennelijk. Hier in Nederland. Misschien is die jongen inmiddels wel weer vrijgelaten, hoor. En misschien heeft hij nog wel een oud dametje gepakt. Dat ze dachten, nou zeg. Dit is al de tweede keer dat hij het opnieuw doet. Nou, de volgende keer echt extra veel beter opletten, hoor. Dat weet je niet, hè? Je weet het niet. Een beetje gokken, ja. Ja, en mijn, ja, dat was mijn tante die gechopt is. En dan kan ik wel gaan bellen naar de overheid van, mag ik even voornaam en achternaam en locatie van deze vent? En dan zal je zien dat ik die gegevens niet krijg. Bescherming van de dader, zijn identiteit. Want anders maakt hij zo'n moeite met zijn terugkeer in de maatschappij. En die mensen hebben het al zo moeilijk. Wat voor maatschappij leven wij eigenlijk? Die zo makkelijk doet over dit soort dingen. En dan iemand als Madeleine van de Brugge eroverheen.
die zal medelijden heeft met die daders. En ik dus niet. Ik heb eerder medelijden met die slachtoffers. Zoals Robert van der Luitgaarde. Dat was ook zo bij Robert van der Luitgaarde mocht bij Sonje Barend zijn verhaal komen doen. Waar Sonje Barend hem dus even wel kritisch ging overhoren van ja, vond je zelf ook niet een klein beetje lekker? En je kon toch een klein beetje weten dat je weet dat je ja, op een matrasje gaat zitten bij meneertje directeurtje. Dat het niet alleen maar even is om uit te rusten. Hè, maar dat je dan ja, toch wel even. Hè, was je niet eigenlijk een geil kleutertje? Sonje Barend, hè, van de VARA. De Verenigde Arbeiders Radio Amateurs. Met die fijne vent met Marcel van Dam toen aan het hoofd. Ja, dat zegt dan Sonje Barend even tegen Robert van der Luitgaarde. En de naam van die directeur en de naam van de instantie, die mocht niet genoemd worden. Want het werd namelijk live uitgezonden en dat zou dan niet uitgeknipt kunnen worden. Ja. Dat is bescherming van de dader. Dat is Madeleine van der Brugge, die... Die kan op die van mij en nog wat heel veel andere ruggen. Oh, wat ben ik weer lekker aan het rijmen. Hé, hey, dag lieverds. En op zijn hamburgers, zaak hier tjus. En laat je niet kisten.